moeder is op de 37-jarige leeftijd, toch? 37 was het, toch? Ja, ja, is ze naar Nederland gekomen samen met ons allemaal. Alsof ik. Ja. Maar of jij, want jij was nog niet geboren. En dan, mijn moeder heeft 12 kinderen. En die heeft ze allemaal zorgzaam opgevoed. Allemaal goed terechtgekomen. Mijn moeder woont in zorginstelling De Leeuwenhoek. Dus omdat ze dement is. En ze is hier vorig jaar februari gekomen. Dus ze woont hier nu bijna een jaar. Wij vonden vuile kopjes in de kast, de kledingstijl, dat matchte niet meer. Maar ze wist dan altijd alles af te doen met een grapje. Van, hé, ma, wat heb je nou weer aan? Dit klopt niet. Ja, hardlopen ziet er niet. En de doorslag voor mij kwam toen we op vakantie gingen naar Ghana. Zaten we in het vliegtuig en we zaten film te kijken. En ineens stond ze op. Ze zei, ja, ik heb geen zin meer in die bioscoop. Ik ga eruit. En dacht ik, hè, klopt niet. Mijn moeder woonde toen nog zelfstandig en op een dag kwamen de buurman tegen en die zei, ja, gisteravond kwam ik om 2 uur 's nachts thuis. Mm-hmm. En je moeder de voordeur stond wagenwijd open, hoor, en ze lag gewoon in bed. Dacht ik, hé, dit is fout. Dat was voor mij het echte besef en ook een beetje keerpunt van mij, dat ik dacht, nee, mijn moeder is mijn moeder niet meer. Vader en moeder die zijn geboren en getogen in Suriname. Ze hebben hun leven lang in Suriname gewoond. Een gezin van 11 kinderen. Toen hebben wij besloten, omdat zij alleen achtergebleven waren, alle kinderen zaten hier, besloten om toch om toerbeurt vader en moeder de huisvesten bij onze 11 broers en zusters. Moeder, assalamu alaikum. Er is een Hindoestaans gezegde van Burhapa ke Lathi. Dat betekent dat de kinderen een stokje zijn voor de ouders die dan op hun oude dag geholpen moet worden, dus een steun. Lathi is dan je stok. Is het dan gewoon een plicht dat je ze gewoon thuis verzorgt? Ik heb binnen de familie geprobeerd om de coördinatie op mij te nemen. En met allerlei spanningen. Aan de ene kant de wens van vader en moeder. Die willen toch wel op eenzelfde patroon, zoals zij dat in hun gedachten hebben, de verzorging krijgen en de ondersteuning. Terwijl dan de kinderen vaak niet de opleiding hebben om goed te verzorgen. Er moet toch een mogelijkheid zijn om elkaar te helpen. Want ik als oudste zoon die weliswaar de zorg krijg toegewezen om dat te regelen, kan niet alleen. Ik moet de hulp hebben van anderen. Kijk, je wil graag dat ze thuis blijven wonen, maar wil je het op je geweten hebben dat er iets gebeurt terwijl zij daar in huis ligt? Nee. Dus dat was echt het moment waarvan we dachten, we moeten iets. Dan denk je in eerste instantie nog steeds niet aan een huis natuurlijk. Denk je van, oh ja, 24 uur zorg, dat valt best wel te regelen. Nou, niet dus. Dus uiteindelijk is mijn broer bij haar ingetrokken voor de nachten en we hebben echt een heel schema gemaakt om zoveel mogelijk uren van de dag vol te maken. 24 uur is dan opeens heel lang. Ook al wil je met z'n 12 alles rondkrijgen, dan is het toch moeilijk. Want iedereen heeft ook zijn eigen baan, zijn eigen andere dingen die ze willen doen, gezin. Dus het valt toch niet echt mee. Ja? Gaat-ie? We hebben eraan gedacht om er ook in huis te nemen.
Maar dan denk je ook, hoe ga je dat aanpakken? Hoe ga je dat regelen met je werk? Zij moet zich ook prettig voelen. Heb je de ruimte voor haar? Het zijn allemaal dingen waar we aan gedacht hebben. En het is zwaar. Het is gewoon zwaar. Het is zwaar. Want er waren momenten dat ik van mijn werk kwam en ik was moe. En dan kon ik toch wel wat minder van die dimensie van haar hebben dan op momenten dat ik uitgerust was. En ik heb sowieso gezegd, ik heb er niet voor gekozen als beroep. Dus verzorging, het is echt niet. Het is omdat mijn moeder is, ja. Dan kan ik heel veel hebben. Maar ik kon toch ook niet alles hebben hoor. Echt niet. Nee. Ik zou niet met mijn moeder in huis gekund hebben. Nee, dat had niet gewerkt bij mij. Ondanks dat ik het wel wilde, ja. maar had niet gewerkt. Maar als je nu terugkijkt inderdaad, denk ik van, wauw, hoe was dat gelopen? Misschien was je dan niet eens altijd even vriendelijk geweest of even zorgzaam als je zou willen zijn. Puur door frustratie of vermoeidheid of wat dan ook. Dan is het beter af met mensen die gespecialiseerd zijn. Wat ben je van? Is je lekker? Wat is met jou? Wat is er? Ik vond het echt onnatuurlijk om me hier naartoe te brengen. Ik vond het echt heel jammer dat we het niet rond konden krijgen. Ja. Echt. Het deed me echt pijn. Ik heb echt heel veel last ervan gehad. Ik heb zelf nog ben ik nog bij een psycholoog geweest om erover te praten. Het heeft me heel veel gedaan. Heel het veel. Het is ook afschuwelijk. Ja. Het voelt aan de ene kant toch niet helemaal goed, omdat mijn moeder heeft natuurlijk al die jaren voor ons gezorgd. Mm. En dan lijkt het van, oh ja, nu is het onze beurt en het lukt niet. Oh ja, stop maar in haar huis. Mm. Zij heeft ons ook nooit ergens weggestopt. Van, vandaag even niet hoor, want je weet je, ja. Dus dat is iets, zeg maar, waarmee je met jezelf in het reinen moet komen. Van ja, het is oké. Als dan in de traditie van de denkwereld van de ouders en de Hindoestaanse cultuur, waar dan de ouders de wens hebben dat dan de kinderen hun op hun oude dag verzorgen, heb ik toen gedacht van, ik kan best dan die PGB gebruiken, persoonsgebonden budget, om dan mijn broers en zusters in te schakelen om betaald voor de uren dat ze dan de zorg geven, via PGB te bewerkstelligen. En ze ging af en toe gewoon plassen, hele huis, weet je. Dus dat ze zei, dit gaat niet goed. En toen heeft mijn broer zo'n budget aangevraagd. Dus hij heeft gevraagd ons. En ik had wel gelegenheid om hier te doen, weet je. Die anderen werken ook. Ze doen wel, weekend komen ze ook. En een paar doen ook niet, hè. Dus ik zei, nou, dit zal wel goed zijn voor mij. Per dag doe ik vijf uurtjes. Woensdag en donderdag en vrijdag. Ze zegt, ik heb nog niet gegeten. Ze heeft al gegeten, maar ze zegt, ik heb niks gegeten, je hebt me niks gegeven. Ik zeg, ma, ik heb toch net gegeven. Ze zegt, oh ja, ik wil nog meer eten. En dan vraagt ze, waar is, wie ben jij? Soms vergat mij. Ze zegt, wie ben jij? Ik zeg, nou, kijk even goed naar mij, wie ik ben. Ik ben jouw dochter, toch? De jongste. Ze zegt, oh. Dan, als ik laat herinneren, dan wees het wel. En dan huilt ze ook, weet je. Dan gaat ze echt huilen als ze. En ze denkt veel aan mijn vader. Ze waren wel 65 jaar bijna bij elkaar. Ze zeggen, die ga ik nooit vergeten. Ik zeg, ja, maar je hebt gelijk wel hoor. Die ga je nooit vergeten. Je moet altijd in het land waar je woont mee participeren en proberen om binnen de mogelijkheden de voorzieningen te creëren en te treffen die past, want je cultuur moet je nooit verloochenen, je afkomst ook niet. Maar je kunt in feite meegaan om daar oplossingen te zoeken. Waarom vader en moeder hier gekomen zijn, in de aanleunwoning van Evian Ronald Holthuis, had ook een doel.
dat de mensen van dezelfde cultuur, dezelfde taal, elkaar dan beter konden begrijpen en elkaar zouden kunnen ondersteunen, waardoor dan hun sociaal isolement wat beter werd. Wat het is waardoor mijn moeder ook veranderd is, onze broer is overleden. En wij dachten toen de tijd dat komt allemaal door verdriet. Denk ik nog steeds. En het is moeilijk om dan te zien, bepaalde dingen die ze doet, is dat van verdriet of speelt er dan al wat? Ik denk echt sowieso dat het iets met elkaar te maken heeft. Dan wilde ze iets zeggen en dan kwam ze er niet meer op. En dan sloeg ze echt tegenover van, ik wil het zeggen, maar het komt er niet uit. Weet je, dat was pijnlijk het ergste, om te zien. Ja, dat was het ergste. Ja. Dat ze het gewoon zelf doorhad en dat het er zoveel pijn deed. Ja. En te meer ook dat ze altijd heeft gezegd van, ik wil niet oud worden en dan weet ik niet wie mijn kinderen zijn. Tranen, emotie, heel veel emotie. Ja. Wat heb ik gedaan waardoor ik, weet je, dit heb verdiend? De mensen binnen de Hindoestaanse gemeenschap, de ziekte eigenlijk niet zo bekend is. Hier wordt je dan alles verteld, maar in Suriname niet. Wat er zich afspeelt, hoe het komt, wat dan de medische gevolgen zijn van dementie. Eerst was mijn broer verleden en daarna kreeg ze nog die borstkanker. Ja. Dus in die combinatie van die twee dingen, dat was gewoon te veel voor haar. Ja. Te meer omdat zij wil niet dat mensen dingen van haar weten. Alles moet gewoon binnen blijven. Ja. Wat in huis hoort in huis en dan ga je niet mee op straat lopen en zo. Dus niemand moet gewoon weten wat er met haar aan de hand is. Het is dat ze het aan ons moest zeggen, maar anders had ze het ook niet aan ons verteld. Ja. Vuile was blijft binnen. Ook al valt dat niet onder vuile was, maar voor haar valt dat onder vuile was. Zie je dat, soms komt het toch nog. Dat ze dus sowieso niet hoeven te schamen ervoor. Ik denk dat er toch nog veel is van ze wil niet dat het naar buiten komt dat een familielid heeft. Maar ik ga er altijd vanuit van niemand gaat het kopen. Weet je, het is iets dat overkomt je. En als je het niet krijgt, is het mooi meegenomen. En ik zou echt geen schaamte hebben ervoor. En zeker niet kijken naar de buitenwereld van wat doen zij? Wat vinden zij ervan? Nee hoor, als je het niet aan kan, dan moet je het ook niet dragen. Waarvoor? Ja. Het blijft een beetje in de familie, in een soort taboesfeer, dat niet naar buiten wordt gebracht. Want dan komt er een gedachtegang van locaboli, wat zullen dan de anderen ervan zeggen? En dan zeggen ze, je bent pagel. Pagel is, je bent gek. Tata Alice. Of gek aan het worden. Maar dat is dan een beetje in een taboesfeer binnen de Hindoestaanse gemeenschap. En we proberen het zo lang mogelijk voor de buitenwereld te verbergen. Toen ik klein was, als ik plas, dan willen ze toch niet de plaste pampers of luier, Suriname luier. Dan gingen ze, mijn dochter is nat, ik moet droog zetten. Dus zo moeten wij mijn moeder verzorgen. Ik wil mijn moeder verzorgen. Dus zij heeft ons verzorgd, dus ik wil graag, al is ze oud, nu is ze als een kind. Dus ik moet als een kind verzorgen, mijn moeder. Het is mijn moeder, maar net als een kind moet ik verzorgen. En zo wil ik verzorgen, zo. Ik weet niet van die anderen, maar ik wil het wel. Ik doe het wel voor mijn moeder, tot het einde. Het enige wat we moeten doen is als kinderen proberen om mee te gaan. Dus als bijvoorbeeld je vader of moeder een boodschap heeft voor
zijn of haar overleden moeder of vader. En die wil bijvoorbeeld een brief schrijven naar haar. Dan moet je dat gewoon laten doen. Want als je dat niet doet en hen dan probeert om te bewijzen dat het niet zo is en het heeft geen zin, dan gaan ze een beetje agressief worden. Ja, klopt. Als ik zeg, ma, kom wakker worden. We gaan straks eten en douchen. En dan, ze komt wel eten. Soms wil ze ook niet opstaan, dan wordt ze boos. En toen een keertje was ik haar laten gaan douchen. Zei, ga weg nu, anders sla ik je. Ik zeg, ma, sla maar, je bent mijn moeder toch wel? En ze zei, ze heeft me eten met een stokje gegeven. Ik zei, ma, ik ga nu naar de politie bellen hoor, want je hebt mij geslagen. Je mag mij niet slaan, want ik verzorg je zo lief en aardig. En waarom doe je zo tegen mij? Dan ging ze wel huilen. Zeg, oh, heb ik je pijn gedaan? Weet je? Dat zei ze wel, ja. Dat het in fases gaat, het hele ziektebeeld voor moeder en voor ons natuurlijk. In het begin dan vond ik het meer pijnlijk voor haar. Tuurlijk ook voor mezelf, maar meer voor haar, omdat zij echt besefte van, ik ben ziek of ik wil dingen zeggen en waarom vergeet ik dat? Je zag echt de frustratie in de ogen en dat is heel pijnlijk om te zien. En nu, zeg maar, is dat minder. Dan zou het eigenlijk pijnlijker voor ons moeten zijn, omdat ze soms zegt van, hoi Sayen, dat is dan Mavis de dochter, terwijl ik Inke ben. Maar dan heb ik zoiets van, hey, is niet zo erg. Zij beseft in ieder geval niet meer zo dat ze echt vergeet. En nu is er meer rust in haar, vind ik, omdat ze minder erbij bezig is. Of ja, het is gewoon een soort way of life geworden. De tweede fase begint ook met het accepteren, het feit dat het zo is en dat het niet verandert, dat je niks had kunnen doen waardoor je deze ziekte had kunnen voorkomen. Ik denk als je dat in je achterhoofd houdt, dan scheelt dat gewoon een heel. Je kan er niks mee. Je moet gewoon genieten van de leuke momenten die je nu met haar hebt. Ik ben je moeder, soms zeg ik het wel. Ik zeg, nu ben ik jouw mama. Weet je, grappenderwijs. Zeg, ik ben jouw moeder, zei ze toch ook wel. Ik zeg, ja mam, je hebt gelijk. Jij bent mijn moeder, maar nu ben ik jouw moeder. Ik verzorg jou, weet je. Soms zeg ik ja. Ik heb zoiets, ze kunnen het misschien niet zeggen of zo, maar je liefde voelen ze gewoon altijd. Altijd. Nu, dat is ook nog steeds, ze pakt altijd je hand vast. Of... En vaak is het ook, zeggen ze het niet, maar krijgen ze toch wel heel veel door. Dat merk ik met mijn moeder. Op het eerste gezicht lijkt het misschien of ze heel erg afwezig zijn, maar er komen toch nog steeds dingen door. En iedereen voelt altijd de warmte, denk ik. Maakt niet uit hoe of wat. Als je iets goed bedoelt en veel liefde uitstraalt, dan wordt dat echt wel goed ontvangen.